En jongens en meisjes, omdat het vakantie is, gaan we deze weggeven vandaag. Dus één iemand kan Pikachu en Ash winnen. En die sturen we nog deze vakantie op. Dag jongens en meisjes, leuk dat jullie weer kijken. Vandaag hebben we weer iets van Pokémon. En ik ben hier niet alleen vandaag. Ik ben hier vandaag weer samen met... Roos. En omdat jullie zulke leuke reacties hebben achtergelaten bij de vorige Pokémon film, dacht ik, weet je wat, ik ga nieuw speelgoed bestellen. Dus dat heb ik ver weg besteld, helemaal uit Hongkong. Want in Nederland verkochten ze dit niet meer. En dat is dus vandaag binnengekomen en wij gaan deze mooie video met jullie maken. Kom, laten we snel kijken wat er allemaal in zit. Zo, kom, laten we beginnen met deze. Eerst even een doosje openmaken. Kijk, daar zie je wat er allemaal in zit. Een Pokéball. Een Pokédex. Nou, Pikachu en Ash. Maar laten we ze even openmaken. Dat hadden jullie vast al wel gezien net. Ja. Zo, eens even kijken. Halen we dit eruit. Eens even kijken. Halen we eerst Ash er eens even uit. Kom maar. Hé, hey, kijk eens even. Kijk eens even, die kennen jullie wel allemaal natuurlijk. De beste Pokémon trainer die er is. En hij is best stoer, hè? Vind je niet, Roos? Ja. Oké, gaan we eens even kijken. Zetten we hem even hier neer. Wie hebben we nog meer? Zijn beste vriendje en Pokémon. Pikachu. Kijk nou eens, dit is leuk zeg. Leuk, hè? Mooie Pikachu. Dit lijkt op een konijntje. Ja, dit lijkt ook een beetje op een konijntje inderdaad. Dan hebben we hier de Pokéball. En Rosa is benieuwd of hij ook open kan, maar nee, hij kan niet open. Nee, deze Pokéball kan niet open. Maar hij is wel heel cool en als het goed is kan hij hem in zijn hand houden. Kijk zo. Huppakee. Kijk eens even. Oeh. Cool hè? Ja. Zo, en wat hebben we nog meer? Zo, de Pokédex. Kijk eens even. Die hebben we ook. Die kan die in zijn hand houden zo. Kijk eens even. Zo. Dat is klaar, kijk eens even. Dat is leuk hè? En jongens en meisjes, omdat het vakantie is, gaan we deze weggeven vandaag. Dus één iemand kan Pikachu en Ash winnen. En die sturen we nog deze vakantie op. Laat even onder de video een berichtje achter dat je wil winnen. En doe een duimpje omhoog. En dan maken we volgende week de winnaar bekend die Ash en Pikachu hebben gewonnen. Oké, laten we deze even openmaken. Hier zie je nog allemaal wat erin zit. Komt-ie. Oké, jongens en meisjes, wat hebben we als eerste? Dit is Ivysaur heet die. Die naam hebben ze denk ik bedacht omdat het een beetje op een dinosaurus lijkt. En een ivy, dat is volgens mij een bepaalde plant. Poison ivy heet het volgens mij. En die heeft hij op zijn rug zitten. Dus het ziet er wel heel gaaf uit. Ik vind deze wel eigenlijk de allermooiste, Roos. Wat vind jij ervan? Ja, hè, deze wel heel mooi. Nou, die zetten we hier neer. En dan hebben we hier Wartortle. En Wartortle, dat komt natuurlijk van Tortle zit turtle in, met een schildpad in het Engels. En je ziet dat hij een mooi schildje heeft, hè? Dus het is inderdaad een hele aparte soort schildpad, lijkt het wel. Nou, die is leuk, hè? Vind je ook mooi, Roos? Ja. Ja, hè? Oké, die zetten we hier neer. En dan als laatste, jongens en meisjes, hebben we... Charmeleon. Kijk eens even. Wow, hé. Hey. Met vuur in zijn staart heeft hij. Kijken. Zie je dat hier zo met het vuur? Ja. Lijkt en wel een... vuurhanden. En vuurhanden. Lijkt wel een hele gevaarlijke dit. Ja, dat is ook een hele gevaarlijke. Ja, hè. En kan ook die pootjes kunnen bewegen. Nou, dat is cool zeg. Die zetten we hier neer. Zo kan je het echt bewegen. Ja.
Nou jongens en meisjes, dit was het alweer. We hopen dat jullie deze speciale video van Pokémon leuk vonden. Wil je nou Ash en Pikachu winnen? Laat dan even een berichtje onderaan de video achter. Doe een duimpje omhoog. En abonneer op ons kanaal als je nog geen abonnee bent. En dan maken we volgende week de winnaar bekend. Nou, we hopen dat jullie de video leuk vonden. Dankjewel voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei!